welkom bij onze nieuwe weekvlog. Chuck en ik zitten even bij een restaurantje koffie te drinken. Want ik krijg zo uitslag, bloeduitslag. En ik vind het wel spannend. Ik merk dat ik nu echt wel zenuwachtig ben. En daarnaast heb ik ook 2 dagen een soort van buikgriepachtige klachten. Heel erg buikpijn, kramp en zo. En Sky heeft het ook wel. Maar in mindere mate. Dus spannend. Besef dus dat ik helemaal ben vergeten de uitslag van bloedonderzoek en urine en stoelgang met jullie te delen. En ik denk dat je het wel kan horen, voelen, zien. Uitslag was goed. Ik heb het gen niet. En mijn lichaam is pretty in orde. Behalve 3 dingetjes die er meteen voor zorgen dat ik moeilijker kan afvallen. En dat is 1, dat ik een bacterie in mijn buik heb. Dat er ook voor zorgt dat ik heel erg opzwel. 2, 1 van de hormonen was niet optimaal. Het was niet slecht. Het was nog wel binnen de waardes, maar het was niet optimaal. En 3, ik had wat zware metalen in mijn lichaam. En ik ben onder behandeling voor al die 3 dingen. En ik voel me supergoed. En die zware metalen, dat hebben heel veel mensen. Dat heeft te maken met levensstijl, met dingen die we gebruiken. Het heeft ook met voedsel te maken, maar ook met huishoudmiddelen. Welke wasmiddel, daar zitten allemaal toxins in. Weet je wel, tandpasta, wasverzachter, schoonmaakmiddel enzovoort. Maar feeling pretty good. Oh my god, jongens. We hebben eerst een bezoek uit Nederland. Nederlandkies. En al mijn kleren in die koffer. Ja, jullie gaan het allemaal zien. Ik ben zo benieuwd. Ik heb nieuwe kleren. Oh my god, kijk al deze kleren. Ik ben zo excited. En kijk even nu, ik doe even een spiegel, even kort. Woop. Sexy of nee? Oh my god, kijk. Ik heb zoveel nieuwe kleren. 1. Maar niet alleen dat. Ze heeft van mijn huidige kleren allemaal setjes. En gekeken wat wel. Kijk, dit gedeelte doen we allemaal weg hier bijvoorbeeld. En alles weer helemaal fresh. Love you. Ik heb je 24 uur per dag in mijn leven nodig. Echt waar. Ja, geweldig. Kids zijn van school. En altijd als ze van school zijn, hangen we hier nog even. Ik weet niet eens waarom. Maar ze willen hier hangen. Hebben jullie een leuke dag gehad op school, jongens? Oh. Hebben jullie een leuke dag gehad? Ja? Sky ook? Sky heeft make-up, zie ik op haar ogen. Yummy. Lippenstift. Heb je ook nog lippenstift? Nee joh, echt? Heb je ook eigenlijk lippenstift? Ja, ik heb ook lippenstift. Ik kan ook. Nee. Jij rood? Ik pink. Ik ook. Ik heb vanmiddag ook een schoolding. Ja? Oké. Ging je gewoon make-up op doen? Kom, we gaan afspelen. Kan toch niet? Alle ze heeft gewoon echt super veel roze oogschaduw op. Oh, Sky! Maak eens een hele. Zullen we dit samen maken? Oh zo? Laat zien. Zo, oh zo. Oké, uit school zijn die 2 lekker aan het zwemmen weer. We hebben lekker eten besteld. Ik ben een beetje aan het werk hier voorbereiden voor de sessie vanavond. Oh nee. En het is nog vroeg, jongens. We moeten klaarmaken voor school. Nou, ik ben super zonnig. Super zonnig. Dat lacht, hè? Ja. Let's go.
Ook zo wild gewoon, hè? Ja! Shark en ik hebben vandaag onze date-dag. Kijk hoe mooi dit hier is. Dus we gaan eerst, we hebben de kids naar school gebracht en we gaan nu even ergens ontbijten. En dan gaan we gewoon wat leuke dingen doen. Kijk eens wat je leuk vindt. Ons leven nou. Nee. Oké, vorig restaurant dat we kwamen, dachten we, eten niet zo. Dus we hebben alleen een kopje koffie gedronken. En toen dachten we, we gaan op zoek naar een andere plek. En ineens, kijk achter, zijn we in de jungle beland. Fucking loving. Ik weet niet of hier een restaurant is of zo. Het lijkt dicht. Maar we gaan even wandelen. Kijk hoe leuk het hier is. Hier kan je ziplijnen, skywalk doen. Het is echt in de jungle. Oh. Zo mooi. Oké, we hebben nog niks gegeten. En we gaan hier toch de skywalk doen. Want ik vind het wel echt een prachtig gebied hier. Dus even door de jungle heen. Ze zei, want ik heb niks tegen muggen. Ik heb geen zonnebrand. Ze zei, de muggen slapen nu. Moest niet tegen de zon kunnen. Maar ik dacht, ze zei de monkeys. Ja, ik dacht mosquitoes. Ik weet het nou niet meer wat ze zei. Oh, wauw. Dit, ik heb me mooi aangekleed voor de mall. En dan zit ik ineens in de jungle. Lach me niet uit. There we go. Pas op, het is glad. Hier moet je vasthouden. Kom op, vasthouden. Ons gelukt hoor, uit de jungle. We hebben eten. Oké, manifesteren we deze even, schat. Mooi, hè? Hoi, Titi. Daar is ze met dat babybedje, hoor. Hi. She played with that, I go with this. Zijn klaar voor Halloween. Captain America. De heks. En wie ben jij? Ik ben met de meer van achter, want die was nog klaar. Hier thuis is het a lot of Halloween. Ze vinden het geweldig. En nu ga je heen. Wil jij nou de... Eeeeee! Is het tijd om weer geknipt te worden? En bij de kapper? Ik heb geen bloemetje, wat dan? Oh, thank
Dankjewel, schatje. Oh, de bloemetjes voor mama plukken, hè? De mannen zijn bij de kapper. Wat doen de meiden, Sky? Zwemmen. Lekker zwemmen, hè? Altijd doet ze dat. Heb je geen bloemetje? Ik heb bloemetje. Nee, ik heb echt geen bloemetje. Oh, mijn bloemetje! Oh-oh. Oh-oh. Wie gaat het eruit halen? Papa! Of jij zelf, hè? Nee. Nee, ik heb echt geen bloemetje. Oké, jongens. We gaan twee Halloween locaties bezoeken. En we hebben eerst hier Ash van Pokémon. Ja, hallo. En Skeleton. Let's go! Laten we kijken. We gaan twee dingen bezoeken. We hebben geen idee wat het is, hoe het is. We gaan even ontdekken. We gaan op weg naar het spookhuis. Spannend. Spannend. Voor het gewoon spannend en voor het spannend. Ja, hè. Wie komt daar? Ash. Was dat geen zombie? Skeletonmasker. Ja. Ja, en een clownmasker hebben we gezien toch eens? En één skelet. Eén skelet. Wat waren die anderen dan? Ik weet niet wat die anderen waren. Hoeft niet als je niet wilt, hè, Tut. Niet te geruimd gekomen. Ja. Spin heb je nog niet gezien? Niet met de spinnen. Mama! Halloween avontuur is heel snel afgelopen. Ze zijn zo enthousiast, maar doodsbang. Dus nee, het is nu klaar. We gaan ook niet, denk ik, naar het volgende feest. Vond je het spannend, jongens? Sky was meteen geschrokken heel erg. Wie heeft jou laten schrikken, Sky? Skeleton. Skeleton, maar jij bent zelf een skeleton. Je had ook moeten laten schrikken. Ja, ze was echt van slag. Dus, en Ace is wel eventjes, maar ook vol met angst met mama binnen geweest. Toen heb ik tegen iedereen gezegd dat ze een masker af moeten doen. En nu ging ook serieus die maskers allemaal afdoen voor haar. Ja, hè, Ace? Ik wil boos zeggen. Change of plans, jongens. We gaan nu snoep kopen, Halloween snoep kopen in de winkel. En dan gaan mama en papa thuis overal verstoppen. Oh, de geitjes zijn daar. Zijn de geitjes daar? Ja, kom. We zijn de lul, we komen hier niet meer weg. Dit is leuk. Melk. Wil je nog een melkje geven? Kijk eens dan. Om op zoek te gaan naar snoep in het huis. 3, 2, 1, go! Oh, ik heb alleen in de woonkamer gedaan, jongens. Ik heb alleen in de woonkamer gedaan. Ik heb alleen in de woonkamer gedaan. Kappé. Heb je er ook een? Nee. Go, go! Hey! Die moet je je pompoen doen allemaal. Zoveel. Heb je ook zoveel al?
kan je zo snel. Ace is dus zo creatief. En hij heeft bedacht dat hij zijn schoenen wil verven. Heeft hij ooit ergens gezien of zo? En hij kan ook niet meer wachten tot we de juiste verf hebben. Hij wil gewoon zijn Air Force's verven. Toch, Ace? Yes. Gaan we zo zien wat Ace maakt. Hij is echt, kijk, dit is zijn ding. Dit is zijn jam. Gewoon dit soort dingen hebben. Dit is het resultaat. Zo cool, hè? Ace? Ja. Mooi gedaan. Kijk eens. Oh, dat is een hartje. Voor wie is dat? Voor je mama. Lieve. Een groot hartje. Ja. Mooie schoentjes gemaakt hoor, boef. Wij gaan vandaag een nieuw plekje ontdekken. Ik weet niet, een soort van klein dierentuintje-achtig parkje. Met cafeetje. Ik heb geen idee. Ik heb rabbit hole. Dus waarschijnlijk zijn er konijnen. We hebben dus allemaal eten. Dit zijn voor konijnen, jongens. Dit is voor de ducks, chicken, fish. Dit is voor de buffalo. Ja. Daar zijn ze. Oh, so many. Kijk hoe mooi hier. En nou zijn ze kippetjes eten aan het geven. Nee, gooi dat. Echt te leuk. We zitten hier, heb je gewoon een restaurantje. Waar we even wat gaan drinken, even afkoelen, want het is super heet. En hier zitten gewoon loslopende konijntjes. Hoe schattig. Laat hem los, Tutti. Niet, gewoon loslaten, ja. Niet vasthouden. Zij oont ze gewoon zo. Cute, hè? Geef mij uit je handje, boef. Ze zitten maar te aaien. Soort... Ja, echt onig. Ja. Sky, vind je het leuk? Ja? Nee, ik heb mijn hoesje afgehaald. Kijk, Sky wil op paardje. Kijk dan, paardje rijden. Titi, ben je gewoon paardje rijden? Vind je het leuk, Sky? Kom jullie? Is het nog niet op? Dat is echt wel leuk hier. Kijk hier. Die is mooi gemaakt. Wat voelt het magisch hier, hè? Dat is echt sprookjesbos. Kijk hoe schattig. Do you like it, Sky? No? You don't like that one? Which one do you like? The small one. The small one, okay. This one too? Yeah, it's so cute. Oh! Who's that? Is die gevaarlijk? Die is gevaarlijk, wel koud. Oké, laten we die andere kant gaan, hè? Ja, bye bye! Dit is toch mooi? Wow, we zijn echt in de jungle, Ace. Oh ja, dat is een groot beest! Dat is de jungle, boef! Let's go, dat kunnen wij! Wat was dat? Ja, ik weet niet, een of andere kever. Kijk hoe mooi. Kever. Okay. Sky, was het leuk? Ja. Vond je het leuk? Wat vond je het leukste dan? Ik vond alles leuk. Alles, hè? Ik vond ook alles leuk. Was het echt leuk. Oké, we zijn op de nieuwe locatie, want we hadden honger naar alle dieren. We gaan naar de Lazy Coconut. Sky is in de auto in slaap gevallen. Nu ondertussen weer wakker. Kijk, oh, dat is wel mooi.
Wat een leven, oh my god. Dit is echt een chille plek, kijk, hun kunnen gaan zwemmen. Dit plekje is wel een blijvertje hoor. We kunnen chillen, zij kunnen zwemmen. En we kunnen heel lekker eten. Kijk hoe lekker. En het fruit. Lekker jongens. Ze hebben lekkere meis. Hebben jullie een leuke dag? Stier. Ben je nog stier? Ja, die hebben we ook gezien. Vonden jullie een leuke dag? Ja. Ja hè? Maar ze wilde nog wel wat zeggen. Wat? Pas op dat je niet valt. Ik was wel geschrokken. Wat willen jullie zeggen dan? Dankjewel van het kijken. En tot volgende week. Als Kai slaapt. Wij gaan naar bed. Ciao. Bye bye. Oh, Ace blijft lekker zingen. Dankjewel. Oh, we gaan door. Gaan we zwaaien? Bye bye.